nummer Lekker met de meiden uit. Het werd een monsterhit en de start van een onstuitbare opmars. Voorlopig hoogtepunt haar uitverkochte optredens in Paradiso. Maar vooral haar hit Hou Je Bek en Bef Me is echt heel vaak over de tong gegaan. En nu is er een documentaire. Voor iedereen die onder de steen heeft gelegen, dit is Merel. Ik wil een kind van jou. De winnaar van categorie Beste Song 2018 is... Merel, lekker! Laatst kwam er een vader naar me toe na een optreden en die zei, ja, door jou moest ik eerder seksuele voorlichting geven. Ja. Want mijn dochter vroeg namelijk in de auto na het horen van je liedje van wat is... Hou je bek en bef me. En toen zei dat meisje, oh, gewoon pijpen, maar dan voor meisjes. Geen reet. En het boeit me geen reet. Een man kan zingen wat hij wil. Lik maar aan mijn lolly en dit en dat. En vrouwen die, ja, vrouwen mogen ook heel expliciet over seks zingen. Ja, ja. Goed. Arme Philip, het was jouw jaar, Merel. Hoe is het om het zo een beetje terug te zien? Ja, heel leuk. Had je durven dromen dat het zo'n jaar ging worden? Nee, helemaal niet. Maar ik val echt van verbazing in verbazing. Dat is echt zo. En dat zie je ook heel erg in die docu, dat het overkomt me ook allemaal. Het overkomt je, dat is waar. En meestal krijgen mensen pas een docu als ze al gevestigd zijn. En eigenlijk bij jou kunnen we meekijken hoe dat is gegaan. Ja. Tegelijkertijd, als ik naar jou kijk en luister, in die hele docu zie ik iemand die extreem toegewijd werkt. Eigenlijk heel erg professioneel bezig is te kijken. Het is niet kunstzinnigheid en ik vlieren fluiten en kijken wat je gaat doen. Je hebt een heel duidelijk beeld voor ogen dat je iets wil bereiken. Ja, nou, maar dat is ook wel zo. En ik ben wel heel erg toch met een soort naïviteit of met een soort impulsiviteit begonnen. Maar ik wist wel goed wat ik wilde maken. En ik heb wel heel goed over die liedjes nagedacht. Dan kom je bij een heel belangrijk punt. Je wist heel goed wat je wilde maken toen je Hou Je Bek en Bef Me hebt geschreven. Ja. Dat blijkt... Jij zegt heel veel, want ik heb al vaker dan ergens bij gezeten. En telkens als dat aangekondigd werd, was de presentator of presentatrice was toch Hou Je Bek en Bef Me. Ik zeg het wel. Ja, maar jij kijk, zegt mijn ouders kijken ook. Mijn ouders kijken ook meer. Dus ik heb heel erg met jouw ouders meegeleefd. Ja. En ik dacht, ik heb gewoon een smoes om de hele tijd dit woord te gebruiken. Ja, maar mijn ouders kijken ook. Ja. Dus vandaar dat enige schroom die jij daar proeft. Dat roept ontzettend veel reacties op, zo'n liedje. Ja. Dat ga je uiteraard niet uit de weg. Misschien heb je dat wel om die reden ook gedaan. Wat voor reacties kreeg je het meest? Nou, ik kreeg sowieso heel veel positieve reacties. Dat echt vooropstaand. Maar ik kreeg ook heel veel de reactie van... Hou je bek en pijp me kan niet. En toen dacht ik... Ja, maar die liedjes hebben we toch al heel erg veel. Misschien niet? Ja, maar niet in deze woorden. Maar dat is maar wel in... Ja, er zijn heel veel songs die daarover gaan. Of waarin in ieder geval de man zijn seksuele behoeftes uitspreekt. Mm-hmm. En eigenlijk gebeurt dat niet zoveel bij vrouwen eigenlijk. Nee. En als iemand zegt van zo'n lied kan niet meer, van Hou Je Bek en Pijp Me. Is dat waar? Kan dat niet meer? Nee, ik denk ook dat dat niet kan. Tenminste, ik zou het niemand aanraden om dat nu uit te brengen. Nee, maar ook omdat, tenminste, dat is wat ik wel denk. Dat dit nummer was misschien even nodig, zodat het... Even dat de balans weer een beetje er is of zo. Omdat er zijn al zoveel nummers gemaakt. Vanuit een mannelijk perspectief. En een soort trots over mannelijke seksualiteit en zo. Ja. Negatieve reacties, kreeg je die ook? Ja, ook wel, ja. En langs welke lijnen gaan die? Je bedoelt welke via welke kanaal? Nou, wat is de teneur een beetje van die reacties? Wat voor dingen zeggen mensen? Wat zeggen mensen? Kan je ja, niet, met, maar... ja, het kan, ja, die vinden het dan grof of plat. Ja. En dat vind ik dan wel jammer, omdat ik denk... Ja, als je het hele liedje luistert, dat je, als je verder luistert dan die ene refreinzin... dan zie je dat het best wel een lief liedje is. Want ik zeg ook, hey, laten we morgenochtend verder praten. Ik wil je best wel leren kennen, maar ik wil eerst met je naar bed. Ja. Wacht even, ik ga eerst even naar jou, Johan. Wat vind jij hiervan? Ja, ik vind het wel leuk. Het is iets wat anders. Het is gedurfd. En ik begrijp best dat zo'n liedje opvalt. Ja, kijk... Het sterft in dit land van de politiek correcte mensen... die aan dit soort tafels allemaal keurig beheerst... diplomatiek proberen over te komen. Maar een beetje een wilde meid die dit zingt... Ja. Moet ja, kunnen. Ik heb daar niks op tegen. Maar is het cabaret of is het zingen wat je doet? Het is zingen. Maar ik kom wel van de toneelschool en kleinkunstacademie. En de manier waarop ik liedjes maak... ze zijn wel grappig en er zit ook wel ironie in en een knipoog. En dat ik vind wel... Een beetje een hybride vorm is het in die zin. Ja. Wat ik zelf grof daaraan vind, en volgens mij vind jij dat ook, dat las ik ergens... dat is dat gedeelte van Hou Je Bek. Ja, dat vind ik grof. Ik ook. De microfoon. Microfoontje, ja. De commando. Ja, ja.
Terwijl dat best, maar dat vind ik niet zo erg. Maar misschien is dat hou je bek nodig om de mensen voor te bereiden op wat er daarna, wat er daarna komt. Dat ben ik wel met de een. Dan hou je bek. Dan ben je alert, hè? Ja. Nee, dat vind ik ook vervelend, hoor. Ja, ik vind dat ook maar het allitereerde, dat was het. Dus de bek en de bef, dat allitereert. Dus dat, en het waren allemaal van die drie letter woordjes. Je had bijna geen keuze meer. Het moest dit worden. Ik snap het. Maar als je dit soort liedjes maakt, ja, dan moet je ook scheid hebben aan de reacties. Ja, tuurlijk, dat heb ik ook. Nou, heel goed. Ja, dat zien we ook eigenlijk ik in de Ik kijk uit naar het volgende liedje. Het liedje, Miel, is omarmd door feministen. En wij zien eigenlijk in de documentaire naar voren komen dat je ontdekt over jezelf dat je in wezen al een feminist was, maar dat het niet echt bewust was eigenlijk. Ja, dat klopt. De liedjes zijn per ongeluk een beetje feministisch. Dus ik heb dat nooit bedoeld als feministische statements. En dat is ook wel goed, want ik denk dat als je de bedoeling ruikt, dan wordt het ook vervelend. Dan denk je, voor een activistisch. Ja, dan wordt het van die te maatschappij-kritische liedjes. En ik denk dat als het een beetje zo stiekem er doorheen sluimert, dat het beter is. De Zuiderburen vonden het iets wat ingewikkeld om naar te kijken. Och, ja. Even kijken. Dames en heren, dit is Meryl. Dag, welkom. We zijn hier niet om over koetjes en kalfjes te praten. En ik hou daar eigenlijk wel van om in taalgebruik smaakvoller te zijn en zeker in de liefde. Misschien is het ook een verschil tussen Nederlanders en Vlamingen. Wij vinden jullie heel expliciet. Hoe sta je er dan? Want je ziet die mensen natuurlijk ook. Zo'n klein zaaltje. Hoe sta je er dan? Ja, ik vond het fantastisch. Juist. Ja? Ja, dat vond ik juist heel leuk. Ook na dat gesprek. Want nou ja, dat was best, want ze, nou, wat ze ook zei. Ze vond het expliciet. Mm-hmm. En ze vindt het dan mooi als je wat voorzichtiger bent. En om dan inderdaad met al die voor zo'n publiek dan het liedje, vond ik juist wel lekker om zo terug te slaan. Dus je hebt geen gêne op dat moment? Nee, helemaal niet. En dan zo'n uitspraak als hou je bek en bef me. Is dat iets wat je in je privéleven wel zou durven zeggen tegen iemand? Nee. En daarom maak ik er dus een liedje van. Om jezelf te bevrijden? Ja, eigenlijk, ja, dan kan ik het gewoon opzetten. het is wel zo dat als ik in het dagelijks leven ben, ik gewoon echt een scheiterd. En als ik... Maar ik heb natuurlijk wel dat soort gedachten. En dan denk ik, als ik me er een beetje voor schaam of als ik dit spannend vind, volgens mij is dat een goed thema voor een liedje. Ja, dus je bent een vrijere versie van jezelf op het podium. Ja. Ik zei al dat ik enorm met je ouders heb meegeleefd. En dat, gelukkig kunnen we ze ook ontmoeten in de documentaire en even kijken hoe zij dit allemaal hebben meegemaakt. Ja. Toen ze dat zei van, nou, dat hou je bek en bef me, dat ga ik doen. En ik zei, nee, doe dat dan niet. Je weet toch niet wat je over jezelf afroept en zo. Ga ze dan niet op straat aan je zitten? Is het geen vrijbrief? Toen zei ik ook, mam, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Echt niet. En toen ze die titel zei, dacht ik, had je nou niet iets andere woorden kunnen kiezen? Nee. En dan vervolgens wel weer toch een appje over, ja, ik vind het dan toch moeilijk om het aan mijn collega's te vertellen, want ik vind het, ja, de tekst. En, maar dan kreeg ik bijvoorbeeld wel gisteren een kaartje in de bus. Ja. Dit ontroert me zo erg, dan denk ik, wauw. Dus mijn vader was eerst dit en nu is het, stuurt hij mij een kaart van een man die vrouw de beste is. Lief. Super lief. Ja, maar dit geeft mij dus ook heel erg bloot eigenlijk hoe het werkt. Want het is ook met heel veel luisteraars die in eerste instantie denk je, oeh, wat is dat heftig. En als je dan goed gaat luisteren, dan denk je, nou, waarom mogen we eigenlijk niet? En dat heeft mijn vader toch wel ook doorgemaakt. Zijn er radiostations die het niet draaien? Ja. Nou, in België waren er wel een paar. Ja, veel toch? In België die het moeilijk vonden. Vroeger in Amerika, als de poep in zat, dan draaiden ze het al niet, hè? Ja. Ja, nee, in België zijn er een paar geweest die inderdaad het niet wilden draaien. Voor ook de jonge luisteraars en zo. Je dacht dat het jou niet zoveel uit zou maken wat je ouders ervan vonden. Mm-hmm. En toch, toen je die kaart kreeg, realiseerde je dat het veel meer voor jou betekende dan je had gedacht. Ja. Ja, tuurlijk. Ik wil natuurlijk niet dat mijn ouders zich voor me schamen of zo. Of dat ze denken, als ze maar niet... Nou ja, dat vind ik... Of dat ze zich zorgen maken. Voor mijn moeder maakt zich wel een beetje zorgen. Dat wil ik echt niet. Op wie lijk jij het meest? Laat ik het zo zeggen. Wie van de twee zou zo'n lied schrijven? Mijn vader. Ja? Ja. Vandaar dat hij zo moeilijk deed. Hij herkende natuurlijk zijn eigen kind. We zien in het begin van de documentaire heb je helemaal geen management, geen leger, mensen achter je. Je doet alles zelf. Ja. Dat verandert gaandeweg de documentaire. Maar je zegt ook heel eerlijk, dat doe ik omdat ik een control freak ben. Ja. Dus hoe moeilijk is het voor jou om een beetje met mensen te sparren over wat je allemaal gaat doen? Dat vond ik wel moeilijk hoor, in het begin. Omdat ik
Het is gewoon, ja, als je denkt, ik weet gewoon zo goed wat ik wil. En dan denk ik, ja, ik kan het van iemand anders laten doen, maar ik weet gewoon dat ik het zelf beter doe. Dus waarom zou ik het dan niet zelf doen? Omdat je het niet redt. Nee, dus nu, op een gegeven moment was ik aan het mailen en mijn merchandise tasjes aan het inpakken en nog een poster aan het ontwerpen. Dacht ik, ja, maar wacht even, ik moet gewoon optreden. Dat is wat ik moet doen. En liedjes maken. Je wordt geannexeerd door mensen als zoiets groots uitkomt, als mensen het erover hebben. En je wordt dan een soort boegbeeld voor jonge vrouwen als feministen. Is dat een rol waarvan je zegt, die wil ik op me nemen en die ga ik blijven uitdragen? Of denk je, nou, ik wil de ruimte hebben om als kunstenaar me, weet ik veel, opnieuw uit te vinden straks met iets anders? Ja, toch dat laatste. Nou, ik bedoel, ja, ik wil mezelf best als feminist bestempelen. Maar ik ben in eerste instantie een muzikant. Of een singer-songwriter of zangeres of wat je het wil noemen. Dus we hoeven niet te verwachten dat het vanaf nu alleen maar meer van dit soort liedjes zullen zijn. Nee, nou ja, het grappige is dat heel veel mensen ook zeggen, oh, je moet nu een liedje maken over Free the Nipple. En dan zo, nee, dat verwacht nu iedereen, dat ik alleen maar taboes ga doorbreken. Ja. Maar ik vind het juist leuk om een stapje voor te lopen en dus niet nu te komen met wat je verwacht. Begrijp ik. We zien jou ook in de documentaire bemoeien met, nou, de laatste details. Dit is dan hoe het optreden eruit ziet. Even kijken. Ja, kijk, ik wil natuurlijk wel iets van decor. Ja, ik heb een kaartenverzameling van allemaal schilderijen die ik ooit gezien heb. Maar ik zat wel te denken, kan ik niet in een schelp staan? Echt als de Venus van Botticelli. Dat is toch te gek. Het is goed uitgepakt, zoals je het voor ogen had, is het geworden. Ja, alleen heel veel mensen die hadden dus de Disney-associatie. Die dachten dat ik Ariel was. Ja. Nou, dat hebben we bij deze recht gezet. Ja. Als je het podium gebruikt om een vrijere versie van jezelf te zijn, en jezelf te bevrijden, wat zou dan een onderwerp zijn waar je over gaat zingen of optreden wat zo dicht is bij jou of van binnen dat het je echt zou bevrijden? Nou ja, mijn liedjes worden eigenlijk steeds autobiografischer. Dat merk ik wel. Dus eerst was het toch vooral vanuit fantasie. En het wordt steeds wel persoonlijker. Dus, maar het kan overal overgaan. Ik zou ook wel een liedje willen schrijven over mijn zusje. Dat zei dat ik het bijvoorbeeld denk, ach nee, blijf alsjeblieft klein. Weet je wel? Of het kunnen best wel persoonlijke thema's zijn. En het hoeft ook niet altijd met ironie of met een knipoog. Nee. Is er nog een taboe voor jouzelf? Op het moment niet. Ik probeer wel bijvoorbeeld mijn liedjes dat ik, ik help ook mee met de muziek. Of ik doe het echt in samenwerking met producers. En ik wil het niet helemaal plat maken met autotune. Dus dat vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat je wel gewoon een echte stem hoort die af en toe even ademhaalt. Beetje rauwer, een beetje realistisch. Ja, dat vind ik dan een soort nu heel erg belangrijk in de muziek eigenlijk. Je hebt 3 keer Paradiso uitverkocht. Ja. Wat is de volgende stap? Nog een keer Paradiso uitverkopen. 3 keer. Nou, in eind van het jaar ga ik er nog een keer spelen. Wat heel erg leuk is. En die schelp staat dus nu bij mijn moeder in de schuur. Dus die moet ik dan misschien even op gaan halen. Ja, en nu allemaal festivals en zomerfestivals. Staan je ouders vooraan in Paradiso? Ja, die zaten rechts boven op het balkon. Lief. Ja. Ik zal naar ze knipoog als ik er ben. Heel veel succes. De documentaire Lekker met Merel is te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3. En Merel staat morgen op het festival Milkshake in Amsterdam. Dank je wel.